Jarne Kastermans, blijkbaar ben jij een van de kanshebbers voor deze wedstrijd van vandaag. Je bent ook streekrijder, Aarschot-Tremelo ligt hier niet zo ver vandaan. Nieuwrode, wat verwacht je van deze wedstrijd? Kanshebbers denk ik niet. Er zijn er dat een beetje zeggen om te lachen. Maar ja, we gaan zien wat we kunnen doen. Ik heb dit jaar nog niet echt de resultaten gehad dat ik wou halen. Een beetje pech gehad, wat blessure gehad. Met de rug liggen sukkelen, maar ja, we gaan zien wat we er vandaag kunnen uithalen. Ik ken de omloop heel goed, ik kom hier heel veel langs op training. Slecht weer, maar daar moet ik normaal tegen kunnen. Dus ja, ik heb er wel zin in en we gaan alles geven, hè. Waar wordt de beslissing van deze wedstrijd verwacht? Goh, dat is heel lastig. Er is niet echt een punt in de omloop dat waar we zeggen, dan daar gaat het gebeuren. Ik denk als er een kopgroep wegrijdt met mijn mannen die allemaal zin hebben om te koersen in dit weer en het peloton laat gaan, dan gaat het wel beslist worden aan de meet uiteindelijk. De vorige keer was hier volgens mij een massaspurt omdat het een heel, heel snelle tour was. Dus het is moeilijk om als kopgroep weg te blijven. En wat jouw team betreft, zijn er andere kanshebbers of werkt jouw team volledig voor jou? Nee, we zitten hier nog met een man die nog meer uit de streek is, Len de Jonge. Woont Holsbeek, of heeft hier ook familie wonen aan de omloop. Dus hij is heel goed in vorm de laatste tijd. Hij heeft 50 gereden in Geluwe een week geleden. Dus ik denk wel, als hij zich goed voelt vandaag, dan wil ik mij wel wegcijferen voor hem ook. En wie wint deze wedstrijd? Len de Jonge. Dat is misschien een beetje overdreven, maar wie wint de wedstrijd in Bekkenvoort, Belgisch kampioenschap binnenkort? Is dat Bertum? Bekkenvoort. Ah, Bekkenvoort. Oei, ik wist dat het in Bertum was. Dan is het in Bertum. Het is in Bertum. Wie wint de wedstrijd in Bertum? Bij de belofte Thibaut Nijs. Bij de pro. Bij de. Het is onder contract. Oh, hele moeilijke. Bertum, klimmen. Vince Gerrits. Oké, succes alvast. Dank u wel.